Het transport vanuit Suriname naar Europa is een moeilijk vraagstuk. Landbouwminister Prelaat Seudin zei eerder deze week aan journalisten dat er veel werk aan de winkel is om een gunstige klimaat te creëren voor vooral de export van landbouwgewassen. Vroeger hadden wij speciale transportschepen, 3 stuks, die continu tussen Suriname en Engeland aan het varen waren. Die tijden zijn voorbij. Nu moet je doen met containertransport. En daar ligt de issue, want als je het normaal verstuurt, duurt het 4 weken voor de container aankomt. Je kunt dat niet hebben qua kwaliteit. Die containers moeten binnen 11, 12 dagen al op de plek van bestemming zijn. We hebben gesproken aan een van de bedrijven, ik kan de naam hier noemen CMA. Maar die hebben zitten onderhandelen van hoe kunnen wij, want zij steken oceaan over. Hoe kunnen onze containers versneld daar krijgen? De minister zegt dat bedrijven die de verscheping naar Europa doen, hebben aangegeven snellere transport te kunnen garanderen. Indien zij binnen een bepaald tijdsbestek een bepaalde volume aan goederen kunnen krijgen. Hij benadrukt dat Suriname echter nog niet zo ver is. Interne dingen, ik weet niet, want Suriname was nu als eerste aangedaan. Daarna andere eilanden of landen in de buurt, voordat ze de oceaan oversteken. We gaan verhogen dat het voor hen aantrekkelijk is om dan ons als laatste aan te doen en dan de oceaan over te steken. Maar we voldoen even daar nog niet aan. Maar wij mikken meer op de regio, omdat de regio ook een betere prijs heeft. En binnen een paar dagen Barbados, binnen 3 dagen beide. Seudin geeft aan dat de export naar het Caribisch gebied juist vergroot wordt. Met een positief vooruitzicht dat er veel meer groei zal komen in de export van landbouwgewassen naar de regio.